Hele goedemiddag, lieve vrienden. Het is vandaag zaterdag, het is de 14e juli. En ik zou zeggen, jullie zijn weer welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboer. Zoals jullie hebben gezien, heeft mijn hondje zijn kap al om. Dat betekent, ook, ik heb mijn jasje al aan, dat zomerdingetje, dat ik ervoor gekleed ben om weer weg te gaan. Ik vlieg de stad eerst even in, want we zijn dus op die voorgevel bezig aan het painten. Dat moet ik ook even vloggen, morgen komt het er ook weer op. En dan ga ik naar Chrissy toe, waar tussen 1:30 en 2:00 motoren binnenkomen, dus ik moet opschieten. Maar ik had thuis nog niet eens gevlogd, nog niet eens daar gedacht van ik moet dat nog doen. Maar oké, nu wel. Dus jullie zijn van harte welkom en ik neem jullie lekker mee. We gaan het gezellig doen. Ik zou zeggen, tot straks. Doei, doei. Nou, lieve vrienden. Daar zijn ze dus bezig. Zoals jullie kunnen zien. En ik weet het allemaal niet wat het gaat worden. Dat wordt in ieder geval iets wat op een auto lijkt. Maar als jullie dat allemaal zien, Joost mag het weten, cijfers en weet ik veel. Hun hebben er verstand van, dat wordt dus allemaal nog ingekleurd, etc. En dat gaat helemaal nog door naar die kant toe. Dus we zullen het afwachten wat het gaat worden. En dan, dan merken we het wel. Ik ga nou vliegen naar Chrissy. Ik zou zeggen, tot straks. Thank you.
Nou, dat is ook een hele mooie motor. Die komt helemaal vanaf Duitsland. Een beetje. Ja, geweldig. Maar we moeten even draaien. Dus ja, dan doen we dat. Kijk, en daar staat er een. Een Suzuki, geloof ik. Oh nee, niet waar. Een motor. Nou, dat weet ik zo niet. Daarin, dat is een Harley. Kijk, dat is tenminste het werk. Een Harley Davidson. Hoe geweldig is dat? Dat is het betere werk. En hier ook. Kijk eens, wat een prachtig ding. Wow! Zo de jutjes dan. En hier een, die is minder versierd. Ah, er zijn er nog niet veel, maar toch, oké. Nou, dat is weer een ander merk. Met een aanhangertje. Ik kan het merk zo niet zien, misschien jullie ook een Harley Davidson zo te zien, weet ik veel. Ja, het is allemaal Harley, kijk eens, het is allemaal Harley mensen. Geweldig. Kijk eens aan. Nee, dit is weer een ander merkje. Een Goldwing. Ik vlog hoor, komt op YouTube. Mag dat? Wilt u er ook op? Op YouTube? Nee, nu nog. Nee, YouTube. Niet noedel. Nu, ja, u eet nu noedel, lekker. Maar ik vlog, filmen. Film. Tot dan, Juan. Toppie, hè? Geweldig. Nee. YouTube. Dit YouTube. En dan hebben we hier een mooie. Kijk eens. Wat mooi, wat mooi, wat mooi, wat mooi. Wie zijn de eigenaars? Wie zijn de eigenaars? Ze horen me niet. Ah, nog één. Nou, ga je die kant op? Ik vlog. Oh, je vlogt? Ja. Niet een leuk antwoord. Ja, dat doe ik natuurlijk. Als u er niet op wil, moet u het zeggen, want... Nee, ik maak wel grapje, maar... Nee, maar er zijn mensen die er niet op willen. Ik kan er ook naar kijken, ja. Ja, ik... Maar ik vlog, het komt op YouTube. Ja, dus als u er niet op wil, moet u het zeggen, want dan moet ik een andere kant op draaien. Ja, oké. Okay. Want ik wil eerst even die kant op, want ik ben hier gekomen voor mijn vriendin die hier werkt en voor de motor. Oké, okay, ja. Ja, dat vond ik helemaal te volgen. Ja, zeker te weten. Dus ik ga weer even door die kant op. Veel plezier ermee. Dank u. Voor YouTube. YouTube, ik vlog. Kijk dan. Het is een Trump. Suzuki staat erop. Geef jezelf een kist in. Nee.
Jones. Ja, ja, dat is me. Nou, hier dan. Mooi daarom. Ik vlog. Gaan we daar nog even naartoe? Hier staan er nog twee van die kanjers. En daar staat er ook nog een zo'n gevaarte. Ook een BMW'tje. Ja, en daar staat er nog één zo'n grote. Dan zullen we even weer draaien. Ja, daar ook. Staat nog een aanhangertje, nog een grote met een aanhanger eraan. Deze toch wel gaaf hoor. Echt gaaf. Gaaf. Zo mooi, zo mooi. Echt top. Geweldig. En dan zijn ze er nog niet eens het allemaal. Nee. Er moet er nog een heleboel aankomen, werd mij gezegd. Maar ik wil toch ook zo meteen weer weg, ja. Dus ik denk, laat jullie dit sowieso zien. He, want het is en blijft mooi. Ik vind deze ook een snoepje. Echt geweldig. Maar ja, wie ben ik, hè? Dat ben ik. Echte Harley Davidson. Dat vind ik het werk, ja. Ik vind dat mooier dan al die andere motoren. Maar ja, wie ben ik? Zoals ik al zei. Doeg. Dus zeg, lieve vrienden, geniet ervan als dit op YouTube komt. Doei, doei. Nou, dit is ook weer zo'n mooie. En ook van onze buren Duitsland, onze buurtjes. Dus ze willen ook wel op de vlog. Dus dat komt helemaal goed. Toppie, geweldig. Echt gaaf. Cool. Dat is mooi hoor. En ook een BMW. Ja, dan gaan we weer. Nou, Chrissy die zei dat ik daar bij de weg staat een tentje, dat ik daar moet vragen of ik daar het terrein mag vloggen. Dus dat doen we dat even. Dus ik zou zeggen, geniet! Toppie! Oh ja! Oh ja dan! Kijk eens, er staat een gele kanarie. Wow. Ik doe hem even weer uit. Tot straks. Nou, dan gaan we daar eens even kijken.
kijk. Roadrunner. Zijn we samen. Nou, Corina en Saskia, helemaal gezellig. He? Top, geweldig. Ik denk het wel, ik wil het wel even vragen, hoor. Maar dit groepje mag je wel filmen, hoor. Oké. Okay. Kijk dan, jongens. Wow. De rook, daar kan ik niet tegen. Ik heb twee op een D. Ja, nee, dan ga je beter een mondkapje op doen. We hebben nog een bier. Komt er al. Ik ben Corina met IE. Ja, ik hoor dat, ja. Ik ben IE. En dan Luisterburg. De Jong. De Jong. De Jong. Eén naam. Mijn man heeft de auto. Ik heb eigen YouTube-kanaal. Ja, ja. Leuk. Voor mij benieuwd. Opgepakt. Dat is een mooie hoor. Ja. Echt gaaf. Dat is hartstikke leuk. Ja, het is een kunst hoor, om dit te kunnen. Ja, zeker. Ja, want hij heeft dus dat gebouw, dat gele, dat is hier op de hoek achter. Ja. Echt heel mooi. En dan te bedenken dat hij nog niet klaar is. Nee, maar hij is wel. Ja, daarom. Echt heel mooi. Maar ze zijn ook bij Vrome de Riesman bezig, hè? En bij de Kruidvat op de gevel. Ja, dat is leuk.
Wat het nog moet worden, weet ik niet. Het was wel een heel mooi gezicht, maar wat het wordt, weet ik niet. Hoe mooi is het? Net echt. Ja, echt gaaf hoor. Maar ja, morgen is het af, had hij van de week gezegd. Dus kom ik morgen weer terug en moet afwijken. Dus ja, kom we morgen gewoon weer terug. Uit de kerk vandaan, hopla. Echt heel mooi gedaan. Kunstig. Dus ja, lieve vrienden. Dan zullen we weer verder. Dat echt heel mooi en kunstig gemaakt. Maar ja, de kar die is er, hij is zelf alleen nog niet. Maar één ding is zeker, het is hier rustiger dan bij die motoren. Ah, mijn hemel. Maar oké, ik zie jullie straks als ik thuis ben. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, we zijn weer thuis. Ja. Ik hoop dat jullie genoten hebben, net zoals ik. Ja, en mijn hondje die ging er net weer de keer dat ik thuis kwam. Hé, ja nou, kom eens. Nee, ja. Hé, hij heeft ook weer zo last van oogjes zijn weer rood. Hé, moet weer even behandeld worden. Maar ja, ik moet eerst even zelf tot rust komen van de toer. Ik heb koffie, ik heb een ijsje en ik heb een bounty, ja. Even wat boodschapjes gedaan, dus ik heb ijsje gehaald, dus lekker. Dan heb ik mijn telefoon al aan de lader, die moet nog aan de lader en deze moet nog aan de lader, ja. Maar het komt allemaal goed. Ja hoor, ik ga nou even lekker van de rust genieten, televisie kijken, een beetje dit en een beetje dat en voor de rest, ze kunnen me wat. Ik zou zeggen, vrienden, ik maak gelijk een einde aan. Ik wens jullie ook allemaal een hele fijne avond. Geniet ervan met het prachtige mooie weer. En voor later natuurlijk wel rusten en mooie dromen. En vanmorgen gezond weer op. En voor degenen die naar de kerk toe gaan, een gezegende kerkdienst gewenst. Ik zou zeggen, tot later. Doei doei.